Mijn naam is Roel Konings, ik ben nummer 15 op de lijst van Eén Lokaal. Vanaf de afgelopen periode hebben wij ons hard gemaakt om inclusiviteit als A-dossier mee te nemen in de gemeenteraad. Net zoals het ontstaan van het COC geloven wij dat de kracht zit midden en van onderuit in de samenleving. Eén lokaal doet niet aan doelgroepenbeleid. Of je nu van Westerse afkomst bent, niet-Westerse afkomst, hij, zij, hun, rode haren of blonde haren, het maakt niet uit, zolang je je maar veilig voelt en lekker in je vel zit. Wij ondersteunen zoveel als mogelijk LABTI-organisaties, net zoals dat wij andere organisaties in de gemeente zullen ondersteunen. Voorlichting geven op scholen is daarbij een belangrijk onderdeel. Het lijkt wellicht dat dit onderwerp de afgelopen jaren wat meer naar de achtergrond is geschoven, en daar is zeker voor het COC en de gemeente werk aan de winkel. Het feit dat er de afgelopen jaren minder bijeenkomsten georganiseerd zijn vanuit COC in Venlo is een teken dat ook hier werk aan de winkel is. Het is belangrijk dat jongeren een plek hebben waar ze zich veilig voelen en waar ze terecht kunnen met al hun vragen. Ook voor oudere LHBTI'ers is dit natuurlijk ontzettend belangrijk. Als regenbooggemeente zullen we zoveel mogelijk een inclusief beleid ondersteunen. En met het tekenen van het regenboog-stembusakkoord staan wij hier als één lokaal volledig achter. Ook het stimuleren van het Roze Loperscertificaat vinden wij heel belangrijk, want het feit dat er slechts vier instellingen in Limburg zijn die dit certificaat voeren, geeft aan dat ook hier veel winst te behalen is. Eén lokaal is een inclusieve partij voor en door alle inwoners van Venlo.